Goedemorgen, ik ben er weer. Ik ga eventjes zorgen dat mijn reacties te zien zijn. Goedemorgen, het is weer tijd voor de donderdag live. Jullie konden vandaag kiezen uit bedanken in stijl of biggest wish. Nou, het was luid en duidelijk bedanken in stijl geworden. Natuurlijk heb ik ook eentje gemaakt met de biggest wish, zodat jullie toch kunnen zien hoe dat je die maakt. Ik heb bij deze de scrappy strip techniek gebruikt. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er zijn. Dus gewoon met restjes van je papier maak je een leuke achtergrond. En dan zo leuk die tekst heb ik met embossing gedaan, met heat embossing. En dan is dit de kaart die we vandaag gaan maken. En ik vind het zo leuk om daarvoor dus je restjes dezempapier te kunnen gebruiken. Want ja, het is toch prachtig papier, hè, zonder als je restjes weggooit. Dus die kaart gaan we maken. Nou, daarvoor heb je dus nodig de basiskaart van 14,5 bij 21. Dit is de kleur Fresh Frenia. En die heb ik gerild op 10,5. Dan heb ik Evening Evergreen karton van 10 bij 14. En ik heb nog Evening Evergreen van 9,5 bij 13,5. En daar gaan we de stripjes dessertpapier op plakken. Dan heb ik hier wat restjes liggen, die ga ik zo snijden. Van het mooie viooltjes dessertpapier. Even kijken, dat heet Pansy Petals Designer Series Paper. Ja, en dat is echt heel mooi papier. Ik kan het even zo een beetje aan jullie laten zien. Oh. Kijk eens hoe mooi. En als je de viooltjes set hebt, dan kun je ook, zoals die blaadjes, kun je allemaal uitstansen. En deze viooltjes, de grote en de kleine, die kun je ook uitstansen. Dus als je niet van kleuren houdt, of dat stempelen te moeilijk vindt, dan kan je toch daar nog leuk mee uit de voeten. Maar goed, ik heb hier dus wat restjes papier en ik zal eerst even laten zien, want je moet er gewoon niet te veel over nadenken en een beetje scheef snijden. Dat is ook leuk, hè? Hoeft allemaal niet recht. Het enige is dat je één kant moet zorgen dat die recht blijft. En de rest maakt helemaal niet uit. Dus ik ga eventjes wat snijden. Gewoon een beetje schuin zo. Net wat je leuk vindt. Zo moet je wel snijden en niet rillen natuurlijk. Anders schiet het nog niet op. En dan leg je de andere weer een beetje zo. Gewoon niet te veel over nadenken en lekker snijden. Dat je wat schuine kanten krijgt. Ik heb trouwens, het is ongeveer 12 centimeter, zodat je iets ruimte hebt om nog wat te schuiven als je het opplakt. Dus ik zou het niet precies op die 9,5 afsnijden, maar gewoon wat ruimer. Nee, je gebruikt gewoon de restjes wat je hebt, die lang genoeg zijn. Nou, ik denk dat ik zo wel genoeg heb en anders snij ik straks nog even bij. Even die weer aan de kant, zo. En dan pak je dus dat Evening Evergreen van 9,5 bij 13,5. En dan zorg je dat je begint met één rechte kant. Dus dat die recht pas op je karton zit.
Kijk, en je houdt dus over, maar dat snijden we dus straks in één keer alles af. Nou, dan plak je de volgende. En ik vind het leuk om een beetje een randje tussen te houden, zodat je dat achtergrondkarton ook nog ziet. Want dan krijg je straks een beetje een zwevend geheel. Een beetje idee alsof het zou zweven. En ja, en verder is het gewoon plakken naar wens. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Om van je restjes af te komen. Even kijken. Nou weer eentje van deze. Zo. Ach, het bijtje vliegt op zijn kop. Dat is nou jammer. Daar kan je ook nog op letten als je het plakt. Even kijken. Ik kan natuurlijk straks ook gewoon het karton andersom opplakken. Maakt nu nog niet uit. Nou, dit heet dus de Scrappy Strip techniek. En deze is bedacht door Bruno Bertucci in Australië. Zal ik hem nou andersom plakken? Ja. Nee, maakt ook niet meer uit. Dus ik hem nou straks andersom doe. Maakt voor de viooltjes niet uit. Dus dan houden we het zo. Leuk idee, vinden jullie niet? Ik vind het echt wel grappig. En zo gebruik ik tenminste mijn designpapier nog eens. Tenminste de restjes dan, hè. Sommigen hebben dit natuurlijk al wel eens gezien bij mij. Nou, en dan de laatste. Dat doe ik eventjes alleen aan het randje hier een beetje lijm, zodat de buitenrand goed plakt. Even kijken. En nog een beetje een mooi openingetje laten. Zo. Nou, toch redelijk goed ingeschat hoeveel ik nodig had. En nu gaan we dus gewoon de rest afsnijden. Ik gebruik mijn hakketje, maar je kan natuurlijk ook gewoon je trimmer gebruiken. Zo, en daarom heb je dus die ene rechte kant nodig. Zodat je daar langs kunt snijden. Zo. En dat doen we langs alle kanten. Oh, deze moet nog een flippertje meer af. Zo. En de laatste kant. Zo. Eventjes alle restjes eraf halen. Zo. Hop. En dit kan. Nou, dit zijn echt kleine restjes die ik eigenlijk niet bewaar. Maar mensen die schutkaarten maken, vinden misschien die hele kleine friemeltjes nog wel leuk. Hop. Zo, aan de kant. Dan gaan we deze. Deze plakken we op de basiskaart.
rollen. Zo. En dan gaan we deze met dimensionals opplakken, want dan krijg je een beetje dat, ja, een soort zwevend effect krijg je dan van die stripjes. Tenminste, dat vond ik. Ik ben benieuwd of jullie dat ook zo vinden. Zo. Je ziet, ik ben niet zuinig met de dimensionals. Maar ik vind het vervelend als die in de post indeukt. Dus vandaar dat ik het zo doe. Zo. Ja, zo lopen ze weer omhoog. Zo staat mijn bijtje weer omhoog. Even kijken. En dan met een klein randje opplakken. Kijk, en dan krijg je een beetje het idee. Ik weet niet of jullie het zo zien. Nee, is natuurlijk ook zo dat het een beetje zweeft. De stripjes. Zo. Nou, dan ga ik van dit stukje... een strookje, een restantstrookje. Ik geloof dat ik 2,5 centimeter bij, even kijken hoor, 2,5 bij 10,5 is deze. En dan gebruik ik mijn Lovely Labels pons. En dan kan je dus kiezen uit twee verschillende uiteinde vormen. En je hebt dus drie verschillende diktes. En de grootste is dus zeg maar 1 inch, dus ongeveer 2,5 centimeter. En ik kijk altijd aan de achterkant of die er mooi recht in zit. En voilà, dan heb je een leuke afwerking, krijg je een leuk labeltje. En dat doe ik aan de andere kant natuurlijk ook. Even zien dat die weer goed recht zit. Hop! Die kant aan de kant. En dan gaan we hier dus de tekst op stempelen. En ik vond, dankjewel, je bent een engel, erg leuk zelf. Even kijken, waar heb ik de set gelaten? Er zijn zoveel mooie teksten in. Je hebt natuurlijk de grote, maar je hebt ook al die leuke kleine teksten. Ik bedoel, ik wilde je laten weten. Dus even kijken, wat zou je daarvan kunnen maken? Ik wilde je laten weten, je bent een engel. Bedankt voor al je vriendschap. Nou ja, ik heb dan dankjewel, je bent een engel. Dankjewel voor al je hulp, voor je moeite. Zomaar een kaartje. Hartelijk bedankt. Nou ja, weet je, dus je kan er alle kanten mee op. Dus die gaat weer even daarin. Ik heb hem gestempeld met Versamark. Want dan ga ik hem embossen met wit embossingpoeder. Nou is het altijd handig om eventjes met de embossing buddy er overheen te gaan. Die is niet meer leverbaar bij Stampin' Up. Maar je kan ook zelf met een beetje talkpoeder of een beetje krijt in een, hoe heet dat, pentikousje. Kan je ook zelf zoiets creëren en er zijn natuurlijk... mag het niet zeggen misschien, maar ook andere merken die zulke dingen nog verkopen. Dus, Versamark. Eventjes de stempel beïnten. Ik had ze al netjes opgeplakt. Dankjewel, je bent een engel. Even goed. En dit is natuurlijk transparante inkt. Maar op veel karton kan je het wel... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kan je wel zien wat je gestempeld hebt? Oh ja, je kan het zien inderdaad zo. Nou, dan gaan we het witte embossingpoeder erbij pakken. Ik heb het in een klein bakje zitten. Gewoon van de Action.
En dan, oh, gewoon eventjes erover strooien. Afkloppen. Ik heb het in zo'n bakje dat je daarboven kunt werken. Dat niet heel je werkblad onder de poeder zit. Want dat vind ik, zelfs nu nog, dan zit, voel ik toch nog een beetje van dat poeder zitten. Ik controleer altijd ook nog eventjes of er niet ergens een vlekje zit waar toch nog embossing poeder zit, waar je het niet wil hebben. En dan gebruik ik een klein kwastje om dat een beetje weg te vegen. Nou zou je natuurlijk net zien dat ik nu niet zo'n plekje heb. Maar dat is mijn tip, dat doe ik altijd. En dan ga ik nu even herrie maken, mensen. Want dan moet ik even embossen. En dus daar gebruik ik de heat embossing tool voor. En dan ga je er zo een beetje steeds overheen. Het is wel heet aan je vingers, dus ik pak altijd eventjes een pincet om het papier een beetje tegen te houden. En dan zie je ineens, ik weet niet of jullie het kunnen zien, dat hij gaat glimmen. En dan is het voor elkaar. Kijk, dan is hij niet meer dof en dan glimt hij helemaal. Dan zie je echt, dan is het embossingpoeder zeg maar gesmolten. En dan krijg je heel mooi de tekst erop liggen. Nou, ook die plak ik weer met dikketjes op. Dimensionals, sorry. Dat is bij ons hier een uitdrukking. Toen Helene nog hier in Hardingsveld woonde, ging ik daar vaak op dinsdag naar de stempelclub. En daar was altijd ook een vrouwtje, die kwam ook daar. En die noemden het altijd dikkertjes. En dat is er eigenlijk ingebleven. Dus vandaar dat ik soms me verspreek en dikkertjes zeg. Nou, even kijken. Wat plakken we hier op? Hier, zo. En dan had ik nog een paar van die leuke bloemetjes om het geheel af te maken. Want je hebt hier toch een beetje een lege plek. En dat zijn deze. Die heten Loose Flower Flourishes. Ja, dat kwam er even goed uit, hè? Die Engelse teksten allemaal. Valt niet altijd mee. Nou, even kijken vandaag. En dan met de blue dots op de achterkant. Even kijken, ik wil er hierheen, want daar was een klein vlekje gekomen. En dan. En voor die kleintjes doe ik de blue dots eventjes een beetje dubbel vouwen. Even kijken dat ze een beetje. Driegelwerk dus, eigenlijk. Je kan natuurlijk ook een dotje, klein puntje lijm erachter zetten. Maar ik vind blue dots toch gewoon fijner werken. Nou, dan wil ik er hier eentje. En dan nog een klein in peel papaya. Je zit me toch niet uit te lachen, Nelly? Ik vond het heel goed eruit komen persoonlijk. Even kijken. Nou, waar plakken we de laatste? Als hartje van deze bloem. Zo, dan is de kaart voor vandaag weer helemaal klaar. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Het was weer eens een keer wat anders dan anders, zullen we maar zeggen. En bij deze kan je zien dat ik hem trouwens niet met dimensionals heb opgeplakt, de strook. En bij deze heb ik dat wel gedaan. Zie je? Dat is het verschil. Goed, dat waren de kaarten voor vandaag. Dan kunnen jullie voor de volgende week weer kiezen uit twee nieuwe. En dat is Batik Boutique of Positive Thoughts. En
als het goed is, staat het bericht al op mijn Facebookpagina. En dus als jullie onder die foto die ik hiervan gemaakt heb, eventjes willen aangeven welke set jullie volgende week willen zien. Ik ben benieuwd. Dan nog eventjes aanstaande maandag is het stempelclub op deze pagina. En dan ga ik deze drie kaarten maken. Helaas zijn daar de pakketjes momenteel niet meer voor verkrijgbaar, want iedereen, bijna iedereen heeft ze al. Maar wellicht kun je voor volgende maand, dat laat ik morgen zien, of maandag zien wat we dan voor volgende maand weer gaan maken. En dan dinsdag ben ik er en dan maken we dit vaasje. Ook daarvoor kun je momenteel geen pakketje meer bestellen. Maar je kunt natuurlijk altijd meekijken. Dan heb ik nog een ander nieuwtje. Sommigen van jullie weten het al, maar ik heb sinds kort ook een YouTube kanaal. Dus als je op YouTube bent en je zoekt op Diana van Otterlo, dan vind je mij. En dan, wie weet, vind je het leuk en word je wel abonnee. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken dat jullie er weer met zoveel waren. Ik vind het echt heel leuk. En tot de maandag. Doei doei!